What if I say I know, you know? What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? What if I say I know, you know? What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? I know, you know. What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? Leuk dat jullie kijken naar deze video van mijn YouTube kanaal. Ik ben hier met Kim. En Kim wil wat lekkers. We hebben net het grondwerk gedaan en daar gaan we nu mee verder. Zoals jullie zien is ze eigenlijk gewoon helemaal los. Het enige wat ze... Kussen? Nee, kussen. Dan doen we het zo. Gaan we ruilen. Kijken. Kusje. Goed, kusje. En voetje. Braaf. Braaf, ja. Kusje. Kusje. Ja hoor, je hebt het goed gedaan. Ik gebruik big snoepjes en die zijn echt heel klein. Dus dat krijgen ze ook heel makkelijk weg, zo. En ja, ik vind het gewoon heel fijn om te gebruiken, want ze doen er echt alles voor. Ze vinden het lekker, maar het is ook nog gezond. En ik zal jullie zo wel wat meer vertellen over de ponies. Want er zijn er namelijk nog meer. Natuurlijk. Toch? Eerst laten we nog even wat zien... van ons grond werken. Kusje. Kom, kusje. 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 Goed zo. Kom maar. We gaan. Kom. Oh jee, weg. Goed zo. Kom maar. Draf. Kom maar. Goed zo. Ik zal straks nog wel even wat laten zien. En dan zet ik de camera even ergens neer, want ze is echt bloedvervelend. Ze denkt echt alleen maar naar gras nu. En het weer betrekt ook een beetje. Dus. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Nee. Geen grasjes eten, Kim. Gaan we dat eventjes op. Sorry dat ik niet zo heel goed kan filmen, maar het is weer een hele tijd geleden dat ik überhaupt heb gefilmd. Kom. Kom, ga dan. Yo. Kim, alsjeblieft zeg. Hey. Kappen. Godstenok. Hey. En kappen nou. Ga je echt nog een keer een grasmasker op doen hoor. Oh, dit doe jij makkelijk. Voor de derde keer.
Kom maar. Kom maar. Wat doe je, Bonnie? Wil je erheen? Kom maar. Ik wil even kennis maken straks. Kom maar. Pas op, er staat stroom op. Ja, dat is raar, hè, Bonnie. Hey, Jochie. Ja. Was je een knappe vriend? Ja. Nou, Bonnie. Is dit niet even geweldig? Tijdens je wandeling gewoon even een vriendje tegenkomen. Hey, maar niet te hard van stapel lopen. Hij is nog veel, hij is veel te jong voor jou. Jij bent in de 20, hij is nog geen 2 jaar volgens mij. Zo, we hebben nog even wat foto's gemaakt. Ging niet helemaal zoals gepland. Maar we hebben wel een paar leuke ertussen zitten, denk ik. Ja, dat zijn oude vriendjes, hè? Ja. Moet je opletten wat je doet, hè? Ik ga het helemaal gestoord doen omdat Bonita hier zo loopt. Doei, oh nou een vrouw aan Bambi. Dat was leuk, hè? Ja. Beauty! Ja! Hij heeft trouwens echt fucking lange manen. Waar ik gewoon echt trots op ben. Deze voorkant moet ook echt geknipt worden omdat anders... heel dik voor je ogen hangt en steekt elke keer in zijn ogen. Oké. Okay. We lopen dus naast de hengst. En je ziet al, hij wordt wat dominanter. Ja? Wat vind je leuk? Vind je ze leuk, jongen? Wauw, de eerste keer dat ik jou zo zie. Je bent een knap hoor, ouwe. Kom. Kom maar. Wou je even kennis maken dan? Kom maar. Wauw, wat schattig! Zijn jullie toch een lief stelletje? Ja, boys! Nee, jij bent nog een... God, kijk uit! Jij bent een echte jongen en jij bent een... Nou ja, een jongen. Wordt het een beetje lekker, jongen? Hij wordt wel echt heel dominant tegenover Beauty, hoor. Kijk maar.
ding eruit. Kom maar. Heerlijk. Nee. Is goed. Kom maar mee. Ja, ga jij maar voor. Ik kom even achter. Anders stap ik midden in de doorns. Kom maar. Ja. Nee. Kom. Hij is echt... Kijk, het staat hier wel een beetje omhoog. Maar hij is echt heel dominant. En ja, hij vindt het even niet zo leuk. Ja, jongen, doe rustig. Het is echt nog een jonkie, hoor. Ja, wel een mooi jonkie. Er zat ook nog een zwart bont erbij. Maar I don't know waar die is. Lopen we even een rondje en dan zetten we weer terug. De lucht is echt enorm aan het betrekken. Moet je ook gaan lunchen. En dan... Na de lunch ga ik rijden. Niet op jou hoor, maar op Kim. Een beauty knappie. Best wel mooi hoor. Hè? Zo, ik ga Kim heel even invluchten, want ja, dit. Oh my god, dit. Dit is zo'n muisvakje en ik ga gelijk ook heel even de staart doen. Dit ziet er gewoon ook echt niet uit. En ja, ik kan er niet tegen, dus ik ga er gewoon heel even borstelen. Oh, nee, niet mijn telefoon op eten. Oh, nee, niet mijn telefoon op eten. Dan zei ik naar Kim, niet mijn telefoon op eten. Ja. Dus ja, ik ga er heel even invluchten en ik zie jullie zo weer als is invluchten. Oh fuck, hij staat nog aan. Zo, dit is het eindresultaat bij Kim. Mijn vlechtjes. Hier zitten er twee. En hier heeft ze een antenne. Verder heb ik er ook nog helemaal opgepoetst. Poefjes gedaan. Dus dan gaan we zo van starten. Ga ik je heel even opzadelen. Dan gaan we eens even een rechtje springen. Ik heb peeskappen en springschoenen. Ja, knappie. Het is alleen zo stom dat ze hier nog allemaal van het winterhaar heeft. Een oornetje, een nekroop, een hoofdstel en een zadel. Ik heb geen dekje en daar hoef ik ook geen commentaar op. Dit zadel is namelijk met een zachte ondergrond, onderkant. Dat het gewoon lekker zit zo op de rug. Meestal heb ik wel een dekje mee. Maar ik ben het vandaag met mijn stomme kop vergeten. Dus dan ga ik maar zo rijden. Dan zou ik er verder ook geen last van. Dus ik ga erop zadelen. Oh.